Gegeven deze meetkundige rij 15 keer 3 tot de macht n. Wat is nou bijvoorbeeld S10? Nou, dan kunnen we het volgende doen. S10, dat is 15. En dan begin ik met, voor n vul ik als eerste 0 in. Dan krijg je 3 tot de macht 0 is 1. Dus de eerste term is 15. Plus 45 plus 135 plus enzovoort. Nou, de ene laatste term is dan 295.245. En dan krijg je 885.735. Nou, wat kan ik nu doen? Iets soortgelijks als bij een rekenkundige rij. Alleen ga ik nu niet de rij nog een keer opschrijven, maar ik ga de rij vermenigvuldigen met de groeifactor. Met het grondtal van die macht. Dan krijg je 15 keer 3, dat is 45. En dan schrijf ik die hierop. En zo kan ik eigenlijk door blijven gaan met als enige dat alles eigenlijk een plekje opschuift. Want ik doe gewoon alles keer 3. Dus hier 5, 7, 3, 5. En de laatste term wordt dan 2.657.205. En wat ga ik nu doen? Ik ga de rijen nu van elkaar afhalen. Want dan valt namelijk heel veel weg. Nou, wat hou ik dan over? S10 min 3 keer S10. Nou, dat is min 2 keer S10. Nou, dan hou ik 15 over. Plus 0, plus 0 enzovoort. Dus die vallen allemaal tegen elkaar weg. En dan alleen nog min 2.657.205. Nou, en dat kan ik vrij eenvoudig uitrekenen. Want dat is niks anders dan bij het rechterlid dit van elkaar afhalen door min 2 delen. En dan kom je uit op 1.328.595. Nou, en dit kunnen we ook in het algemeen doen. Dus als we dit in het algemeen doen, dan kan ik een formule afleiden, net zoals bij de rekenkundige rij, die ik altijd kan gebruiken om de som uit te rekenen bij een meetkundige rij. In het algemeen kunnen we zeggen un, dat is u0 keer r tot de macht n. Nou, wat als ik dat nou soortgelijk als hierboven doe? Wat is nou r keer s tot de macht of keer sn? Nou, dan moet ik alle termen, de eerste term is dan u0 plus u1 plus enzovoorts plus un min 1 plus un. Dat is dan de laatste term. Dat moet ik allemaal keer r doen. En wat krijg ik dan? Nou, dan krijg je r keer sn. Dat is, als je u0 keer r doet, dan wordt dat u1. Dat schuift allemaal een plekje op, net zoals dat we net hebben gezien. Dus plus u2, plus, en dan krijg je plus un, plus un, plus 1. Nou, soortgelijk als net, ik ga nu sn opschrijven. Sn, dat is u0 plus u1 plus u2 plus en dan plus un min 1 plus un. En ik ga nu opschrijven 3 keer sn. En dat is nu plus u1 plus u2. Kijk, maar dat is deze regel die ik net heb afgeleid. Plus en dan un. Even kijken, hier krijg je un min 1. Plus un en je krijgt ook hier weer één extra term, de un plus 1. Nou, dan kan ik er ook hier voor kiezen om dit van elkaar af te halen. Nou, wat krijg ik dan? Dan krijg je sn min r keer sn. Dat is dan gelijk aan u0. Ja, daar haal ik niks vanaf. Die andere termen die vallen weer netjes tegen elkaar weg. Dus ik hou hier over min u en min 1. Dan kun je de sn buiten haakjes halen. En dan ook hierover 1 min r. Dat is dan u0 min un min 1. Dus waar is sn gelijk aan? Nou, dat is gelijk aan u0 min un min 1 gedeeld door 1 min r. Nou, je wil niet altijd die un min 1 moeten uitrekenen, dus ik ga nog een substitutie gebruiken. Waar is de un min 1 gelijk aan? Dat is gelijk aan u0 keer r tot de macht n plus 1.
aan excuses. Dit moet natuurlijk een plusje zijn. Dan krijg je hier gedeeld door 1 min r. Nou, wat is hier het voordeel van? Dan kan ik de u0 nog buiten haakjes halen. En dan krijg je hier 1 min r tot de macht n plus 1 gedeeld door 1 min r. Dus dit is de formule waarmee ik eigenlijk de termen kan uitrekenen, of waarmee ik de som kan uitrekenen bij een meetkundige rij. Dat gaan we nu oefenen met een voorbeeld. Nou, hier zie je alvast de 2 voorbeelden die ik wil doorlopen. De formule heb ik rechtsboven genoteerd. We moeten nu bij deze meetkundige rij, un is 32 keer 1,5 tot de macht n, s9 uitrekenen. De som van de eerste 10 termen als het ware, omdat we met u0 beginnen, krijg je s0 plus s1, of ja, of u0 plus u1 tot en met u9, dat is s9. Nou, waar is dat gelijk aan? s9, dat is nu gelijk aan de som van k is 0 tot 9, hè, dat zijn de 10 termen waar we de som van willen hebben, van 32 keer 1,5 tot de macht n. En dan kan ik de formule als volgt gebruiken. Als ik voor n 0 invul, hè, dus dit moet trouwens eventjes tot de macht k zijn. Als ik voor k hier 0 kies, dan krijg je 1,5 tot de macht 0. Nou, dat is 1, dus dat is gewoon 32. Dus u0 is 32. Keer 1 min 1,5, de reden, dus gewoon de groeifactor, tot de macht n plus 1. Nou, dan krijg je hier 9 plus 1. Dat is 10, gedeeld door 1 min 1,5. Nou, dat kun je uitrekenen en dan kom je uit op 3626,5625. Nou, wat als je bij diezelfde meetkundige rij de som bij het tweede vraagstuk moet uitrekenen? De som van k is 10 tot k is 18. Nou, bedenk dan het volgende. K is 10 tot 18 van uk. Dat is niks anders dan k is 0 tot 18. Dus dat zijn de som van de eerste 19 termen min de som van k is 0 tot 9. Dan moet je de eerste 10 termen als het ware van afhalen. Tenminste, zo hou je effectief de term over van k is 10 tot k is 18. Ga dat maar voor jezelf na. Nou, dan kan ik 2 keer de formule invullen. 32 keer 1 min 1,5 tot de macht 19. Gedeeld door 1 min 1,5. En dan krijg je ook nog min 32 keer 1 min 1,5. Maar nu moet ik tot de macht 10 doen. En dan krijg je hier 1 min 1,5. Je moet hem dus op deze manier omvormen, zodat je gewoon 2 keer deze bovenstaande formule kunt gebruiken. Nou, dan kan ik de haakjes uitwerken. Dat wordt 32 min 32 keer 1,5 tot de macht 19. Het zijn gelijknamige breuken, dus ik tel het meteen bij elkaar op. Min 32 en dan krijg je nog min 32 keer min 1,5 tot de macht 10. Dus dat wordt plus 32 keer 1,5 tot de macht 10. En dat deel je door 1 min 1,5. Waar is dat nu gelijk aan? Nou, die 32's die vallen als het ware tegen elkaar weg. Dan doe ik de termen omdraaien, want helemaal hier, er staat een plusje voor, dus ik krijg je 32 keer 1,5 tot de macht 10. Min 32 keer 1,5 tot de macht 19, gedeeld door 1 min 1,5. En als je dat uitrekent, kom je uit op 138.187 op het moment dat je het op gehele afrondt. Stel dat zou de vraag zijn geweest. Dus zo kun je werken met de somrij bij een meetkundige rij. Althans, zo kun je de somformule voor een meetkundige rij inzetten. Hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.